Ik wil u waarschuwen, de volgende beelden zijn hard. Kijk hoe ik draai, dat is chill, hè? Er sterven regelmatig mensen. That's progress. Daar moet ik nog eens over nadenken. Dat dit een vooropgespel zeg. Ik ben geen Zwarte Piet. En dat ligt erg gevoelig. Ik ben geschoffeerd. Almachtige overheid. Geweldig. Waarom we het allemaal doen? Oproepen tot haat en geweld. Abonnees liggen ons heel nauw aan het hart. Blijkbaar niet. Boetjes daarover. Niet te begrijpen, hè. Wat moeten we doen? Lockdown heb gedaan. Dat volstaat niet. En dat was onze uitspraak. Denk rust nog even na. Welkom bij de preek. Mijn naam is Kaag en onze uitspraak volgt na deze hoorzitting. Welkom, waarde kinderen van het internet, bij deze gloednieuwe aflevering van De Preek. Gelijk het comité P, maar de P staat voor pers. Normaal gezien spreken we hier enkel over nieuws uit Vlaanderen. Maar voor ene keer gaan we internationaal. En dan bedoel ik heel internationaal. Zo net tijdens dit journaal heeft de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA nieuwe foto's van de planeet Mars de wereld ingestuurd. We zitten op Mars, kinderen. Nu worden alle vragen beantwoord, zoals: wat doe ik als ik mijn kinderen niet graag zie? Samen met de ruimtecapsule zijn gisteren ook verschillende kinderen uit Boutersem op Mars geland. Helaas is dit science fiction. Die kutkinderen maken nog steeds Boutersem onveilig. Nee, dit verhaal zit enkel vol goede bedoelingen. Het is de bedoeling om over enkele tientallen jaren mensen naar Mars te sturen. 20 jaar geleden had de mens een ruimtewezen moeten worden. Zoals Stanley Kubrick het beloofd had in de jaren 60. Maar er is geen Space Odyssey. We blijven apen die naar zwarte monolieten staren. President Biden volgde dan ook alles op de voet vanuit het Witte Huis. En laten we dan eens kijken hoe het gesteld is met de post-Trump Pretorianen. 500.071 dead. De frisse president Joe Biden neemt de taak op zich om zijn voorganger ongedaan te maken. I'm not making new law. I'm eliminating bad policy. Nothing new that we're doing other than restoring the Affordable Care Act. Zo lijkt het te spoken in het Witte Huis. En Donald Trump is niet eens dood. Mensenrechten staan weer hoger op de Amerikaanse agenda, zeker in vergelijking met de regering Trump. It's our first priority. America first, als het ware. Dat is een grote ommekeer in vergelijking met het beleid van president Trump. De rechtsrukkers zijn duidelijk fan van Biden. Meelevendheid is karakteristiek voor Biden. Ze zijn zo verliefd dat ze blind zijn voor de werkelijkheid. De Verenigde Staten hebben luchtaanvallen uitgevoerd in het oosten van Syrië. Dit kan tot Wereldoorlog 3 leiden. Amerikaanse president Joe Biden vindt de Russische president Poetin een moordenaar. En dan zal het niet eens aan de beer liggen. Poetin heeft zich nu smalend uitgelaten over Biden door hem een goede gezondheid te wensen. Maar aan een seniel ventje dat niet eens de naam van zijn eigen Secretary of Defense kan onthouden. En ik wil de former general, I keep calling him general, but the guy who runs the outfit over there. Het is Pentagon. Daarnaast wordt de werkelijke problematiek straal genegeerd. Many in fact are working for wages that are much too low. Voorts ben ik van mening dat Waldorf een betere president had geweest dan Stadler. Zijn politieke tegenstanders blijven echter niet op hun lauweren rusten. Ondertussen buigt de conservatieve conventie zich over de toekomst van de Republikeinse partij. En dat doen ze onder de auspiciën van deze cowboy without a cause. We will fight! Ted Cruz staat bekend als een voorvechter voor de vrijheid van meningsuiting. Say whatever you want, no matter how dumb it is. En hij voegde woord bij woord. Op het einde van de speech zei hij dit. In the immortal words of William Wallace, freedom! Dat zijn niet de woorden van William Wallace. Dat is één woord dat gesproken werd door Mel Gibson in een film over William Wallace. Ken het verschil. De oliebaron is oliedom. En daar is heel het politieke spectrum het over eens. Hij blijft de dominante factor in de Amerikaanse politiek. Niets kan ons zo verenigen als afgrijzen. Verder was er nog chockerend nieuws uit het land van fish and chips. De Britse koninklijke familie neemt de beschuldiging
beschuldigingen van racisme ernstig. Dat dit overblijfsel van het kolonialisme er verouderde wereldbeelden aan overhoudt, is geen waarheidsbom. De echte shock kwam van Meghan Markle. I just didn't want to be alive anymore. Wist jij dat hij zwart is? Misschien daarom dat ze het niet erg vindt om met een rosse samen te zijn. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan. En als racistische koningshuizen het probleem zijn, dan vinden we de oplossing in de Caraïbe. Get rid of the queen as a head of state. En een onafhankelijk Jamaica nu. Ook Iberië is nog steeds onder het tyrannieke bewind van de Spanjolen. Dus dit zal u niet verbazen. In Catalonië vergroten de separatistische partijen hun meerderheid in het regionale parlement. Maar de fascistische knoet beperkt zich niet alleen tot Catalonië. Daarom wordt er in heel Spanje heel veel geprotesteerd. Voor de derde avond op rij, voor de vierde nacht op rij, voor de vijfde avond op rij. Al 10 dagen lang wordt er in verschillende Spaanse steden op een gewelddadige manier geprotesteerd. Nu vraagt u af, tegen wat protesteren die? Tegen de arrestatie van rapper Pablo Hasél. Een misdadige rapper? Waar moeten we dat schrijven? Alhoewel, was het eigenlijk een misdaad? Hij kreeg een celstraf van 9 maanden voor het beledigen van de vroegere koning Juan Carlos. Niet eens de huidige koning. Als de parental advisory sticker niet marcheert, dan steekt je voor mijn part Spanje in brand. De betogers vinden dat de vrijheid van meningsuiting op het spel staat. Ik ben ook voor het vrije woord. Zelfs als je duidelijk van een ander gedacht bent. Gente en España ha explotado. Vraag mij af hoeveel Antifa verdient met mondmaskers te verkopen. Bij de Noorderburen zag het er laatst zo uit. Want het piratenvolk is de coronamaatregelen beu. 1500 mensen samengekomen om te protesteren tegen de coronamaatregelen. En dat uit zich ook in de verkiezingen. Daar heeft de rechtsliberale VVD van Mark Rutte de meeste zetels behaald. Status quo zou je denken en de VRT is content. Het linksliberale D66, zij worden de tweede partij van Nederland. Maar als rechts wint en links wint, wie verliest er dan? Bij de verliezers kijken we in de eerste plaats naar de christendemocratische CDA. Andere grote verliezers zitten links van het centrum. De Tjeve en de linkse verliezen, maar de PVV haalt geen overwinning. Dat betekent dat rechts aan het uitbreiden is. Forse winst voor de partij van Thierry Baudet. Er is bovendien dan nog eens een derde radicaal rechtse partij in de Tweede Kamer gekomen, Ja 21. Dit resultaat is perfect te verwachten wanneer fascisten zich liberaal noemen. Houd je aan die avondklok. Uw regering kan opnieuw vallen. Noorderburen, maak er werk van. Iedereen heeft er scheid aan. Bij ons moet de regering echter niet vallen, want wij hebben enkel goed nieuws. Over de coronacijfers, want die dalen. Helaas kan er in een week of twee alles iets veranderen. Intussen loopt het aantal ziekenhuisopnames en besmettingen snel op. Alle cijfers gaan de lucht in, behalve... Behalve het aantal sterfgevallen. Dus mensen zijn meer aan het hoesten en minder aan het sterven. Dit schreeuwt om reageren en panikeren. En dat is ook wat we kregen. Of we het nu willen of niet, er komen weer strengere coronamaatregelen aan. Het land gaat terug in lockdown, ook al willen de politici het zo niet noemen. Wat men zou kunnen noemen een paaspauze. Tijdens deze pauze gaat alles terug onder slot. Down, lock. Ga dicht. Niet-essentiële winkels opnieuw dicht. Contactberoepen zoals kappers die opnieuw moeten stoppen met werken en de paasvakantie een week vervroegen. De winkels werken voortaan op afspraak. De kappers die al op afspraak werkten, werken niet meer. En daar kan deze krullenbol niet mee lachen. Men heeft de kappers open gedaan en men heeft toen gezegd, we gaan die open doen, we gaan ze niet meer sluiten. En ook het onderwijs gaat dicht. En daar zei de minister dit over. In plaats van te vragen wat onderwijs kan doen voor u... Vraag wat de pot schaft. Als jij citaten kunt stelen, en wel, ik ook. Veruit de stomste regel is dit. Vanaf 3 april zullen treinreizigers die naar een toeristische bestemming sporen tijdens weekends en vakanties alleen nog aan het raam mogen plaatsnemen. Je hoort het goed. Deze regel geldt enkel op drukke momenten naar toeristische trekpleisters. Juist wanneer de regel niet mogelijk is om toe te passen. Gelukkig hebben ze over de terugreis niets gezegd. De regel dat passagiers op
de trein aan het raam moeten zitten, geldt alleen op de treinen in de richting van de kust. Het is even logisch als haalbaar, zoals deze zinnenkoninginnen u vertellen. Gaat er dan iemand rondlopen en zeggen, nee, daar mag je niet zitten? Of gaan ze zo pinnekels op de stoelen zetten? Dit tergend mopje is al lang niet meer grappig. Daarom hebben laatst... zo'n 1000 mensen betoogd tegen de coronamaatregelen. Helaas, protesteren is verboden. De politie kwam massaal ter plaatse en maakte een einde aan de betoging. Tenminste, als je er niet bij plundert. Gezien hoe vredelief dat wij hier zitten, wij worden hier weggejaagd. Ondertussen zaait de eerste scheidluis meer angst. Is natuurlijk dat het virus intussen besmettelijker is. Desondanks belooft zijn regering nog steeds loze data. Dat is 1 mei, de heropening van de horeca, en 19 april alle leerlingen opnieuw naar het klaslokaal. Dit moet je niet geloven. Het is een belofte in de politiek. Beloftes in de politiek, dat is iets waar je niet op kan rekenen. Vergeet niet dat die klootzakken ons onderwijl ook dit gelapt hebben. Wie zonnepanelen heeft en al een digitale meter in huis heeft, kan er vanaf nu niet meer genieten van de terugdraaiende teller. Je kent het concept. Je produceert meer stroom dan dat je verbruikt. De overschot vliegt terug op het net en de teller draait terug. Logisch, toch? Want de regeling rond de terugdraaiende teller bleek juridisch op losse schroeven te staan. Ik weet niet waarom het juridisch niet klopt, want mij was er niets verteld. Toenmalig federaal minister van Energie, Mark Kem, liet dat nooit aan de Vlaamse regering weten. En dat hebben we allemaal te danken aan deze linkshandige. Troela. U zoekt de Zwarte Piet. Als je deze mop erover vond, het is oké. Ik ben ook linkshandig. Maar gaucher of niet, dokken zult ge. Daarbovenop krijgen ze ook nog dubbele netkosten aangerekend. En de oplossing is even logisch als de coronamaatregelen. Elektriciteit verbruiken als de zonnepanelen stroom produceren. Zet uw lichten uit wanneer het donker is en leef als een holbewoner. Dit is roof, ook al gaat het geld naar de rijken. Verder was er nog dit nieuws dat land even heeft bezighouden. De moord op een man van 42 in een park in Beveren. Het was op zijn minst vreemd te noemen. Het ging hier misschien om een homofobe moord. Het is niet duidelijk of zijn geaardheid de reden was dat hij is omgebracht. Maar toen zeiden ze dit. Dus het is veel te vroeg om op dit moment een specifieke conclusie te trekken. En vervolgens ging de VRT los. Dat het om homohaat gaat. Om homohaat, homohaat. Een geval van homohaat. Pure homohaat. Homohaat. Was het homohaat? Tegen homohaat. Dan moet het wel homohaat zijn, want roof was dat zeker niet. Dat de slachtoffer ook niet beroofd zou zijn. Vervolgens werd het hoog tijd om te tonen wat voor goede mensen we zijn. En daarbij duiken opvallend veel regenboogvlaggen op. En ook bij de ambtswoning van premier De Croo. De grote Martin Beveren ziet er vandaag uit als een regenboog. Hij zegt niet om homofoob te zijn, hè. Maar hoeveel kleuren zitten er in een regenboog? Volgens mij hebben die Jeannette niet goed opgelet. De familie vroeg evenwel om sereniteit. Ze vragen om de rust te laten weerkeren, zodat het gerecht zijn werk kan doen. Misschien zodat niemand zich vragen zou stellen bij een veertiger die afspraakjes maakt met een minderjarige. Maar dit is speculatie. En moord blijft moord. Daar kunnen alle politici het over eens zijn. Alle partijen in het Vlaams parlement spreken daarom hun afschuw uit over wat mogelijk de tweede homofobe moord in onze recente geschiedenis is. Alle politici buiten één manche die de kans greep om de schijnwerper weg te draaien van zijn eigen frauduleuze partij. De heer Tom van Grieken, die in 2011 zegt op het moment dat Elio Di Rupo eerste minister wordt, hij zegt dat is niet mijn regering. Dat Vlaams Belang Di Rupo maar niets vindt, dat is ook geen nieuws. Omdat het een socialist is, omdat hij geen Nederlands spreekt. Onder meer, ja. Maar ook omdat hij gay is. Ah nee, nee. Blok is homofoob. Wat gaan we nu krijgen? De kerk die homofoob homofilie een zonde vindt? Eergisteren kwam uit Rome de mededeling dat de katholieke kerk homoseksuele koppels niet erkent. Hier moet en zal bloed vloeien. En vloeien deed het. Vlaams Belang trekt de kandidatuur in van Jeff Elbers voor de raad van bestuur van het Vlaams Audiovisueel Fonds. De kandidaat van Vlaams Belang was een lelijk oud ventje met een hoop conservatieve gedachten. En hij lijkt als 2 druppels water op onze dokter. De man heeft controversiële uitspraken over holibies en transpersonen.
personen gedaan. Het zou uiteindelijk geen slecht idee zijn om de dokter naar het FAF te sturen. Die mens was vroeger zanger en scenarist. Elbers was zanger en scenario-schrijver van bekende jeugdreeksen zoals Merlina en Postbus X. Tjuh toch, ik had dat moeten weten. De dokter heeft eventjes het land in rep en roer gebracht. Meer nog, hij heeft Bart Scholz dit laten zeggen. Rozerood tot blauw en paars, de kleuren van een zieke aars. En zijn vettige woorden hebben menig politicus bang gemaakt. Beste tweet van de week kwam van Catastroof. Proficiat Catastroof, we doen dit al jaren niet meer en toch wint je. Maar ik ben verward. Naar mijn weten is de dokter een anarchist en geen lid van Vlaams Belang. Elbers is geen lid van Vlaams Belang. Want hij zou toch niet in het gareel lopen. Vlaams Belang trekt dan toch de kandidatuur in van Jeff Elbers. Maar het leed is geleden en de scheid is gescheten. En de voorzitter moest met schaamrood op de wangen afstand nemen van onze marginale dokter. Ik durf gerust radicaal te zijn, maar nooit marginaal. Daar op de afspraak moest hij zich verdedigen in alle talen. De goût et de couleur on ne discute pas. Want hij werd onder vuur genomen door Francesca van Tielen en deze schede econoom. Als u een politieke voorkeur hebt dat niet de mijne is, mag ik dan oordelen dat ik u een slechte econoom vind? Wiens moreel kompas duidelijk beter gekalibreerd is dan dat van onze dokter. Kunnen mild zijn met iemand die een beetje in zijn anale fases blijven hangen. Strontkaren, ik wil die strontkaren, ze strontkaren en dan, dit is zo platvloes. Het woord strontkar heeft nooit een homo vermoord. Plato zei dat. Vlaams Belang had de staart tussen de benen en de tong in twee gespleten. Iemand die een gay pride bijvoorbeeld niet opportun vindt, niet gepast vindt, ik vind nog altijd dat dat anno 2021 in Vlaanderen gezegd mag worden. Maar je hebt wel zijn aanstelling ingetrokken. Dus hebben wij gezegd, oké, we kiezen voor een andere kandidaat, iemand die ook ervaring heeft opgedaan in de raad van bestuur van de VRT, Dimitri Hoegaerts. Ik weet niet wie Dimitri Hoegaerts is. Maar volgens deze Tom Hanks van Den Aldi is het een ervaren Sherpa. Een Sherpa draagt uw bagage de berg op. Het is een menselijke muilezel. Is dat wat we willen voor de Vlaamse audiovisuele sector? De dokter is wie hij is en een oude hond leert je geen nieuwe trucjes. En eigenlijk zou het er niet moeten toe doen. Wij vinden dat de expertise, de kwaliteiten van mensen gaan boven hoe zij over bepaalde maatschappelijke thema's zouden denken. Ik deel uw mening, maar ik ben geen hypocriete politieker. Daarom zullen wij hem wel een platform blijven geven. Dag dokter, waarom bent u zo'n vieze homofoob? Maar beste kaar, de dokter is geen homofoob. Ik heb geen schrik van Jeannette. Ik heb alleen schrik voor hen dat ze van hun shitmobiel naar beneden zouden donderen als ze op de gay pride hun paskes doen. En in ieder geval, ik ben geen homofoob. Ik ben ook geen gerontofoob die schrik heeft van oude mensen. Ik heb geen enkel fobie, behalve aquafobie. Ik was mij niet. Dank u wel. Oké, genoeg kruid voor de mainstream media, moesten ze het lef hebben. Voor we overgaan naar het laatste nieuws, heb ik nog een klein lesje over laster en smaad. Vlaams Belang draagt homofobe oud-scenarist voor als FAF-bestuurder. Homofoob is smaad. Het zou kunnen, maar je kunt het niet bewijzen. Oud-scenarist is laster, want hij schrijft nog steeds elke dag en dat kun je bewijzen. Het laatste nieuws gaat al de miserie oplossen. Het vaccin. 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 Vaccinatie. Coronavaccin. Vaccin. De vaccinatie. Vaccin. Koning Albert II en koningin Paula hebben vanmiddag hun eerste inenting gekregen. Godver, nu gaan die 100 jaar worden. Ondanks dat het scepticisme over de vaccins niet afneemt, willen ze ons doen geloven dat we dit jaar 11 juli kunnen vieren. Dan kunnen we tegen 11 juli elk 18-jarige en ouder minstens één keer geprikt hebben. Tenminste als we genoeg vaccins produceren en niet exporteren. De Europese regeringsleiders steunen intussen het idee om de export van vaccins die in Europa gemaakt worden strenger te gaan controleren. Want AstraZeneca stuurt het naar Engeland en andere plaatsen waar ik nooit kom. Terwijl de Europese Unie nog maar 17 miljoen van de beloofde 120 miljoen vaccins heeft ontvangen. Nu zijn de eurofielen van toon aan het veranderen. We have to and want to explain to our European citizens that they get a fair share before they export to other regions in the world. Ze zegt eigen vaccins eerst. Geinig hoe die goedmensen hun kar keren wanneer hun eigen welzijn evenveel bedreigd wordt. We werden darüber sprechen, wie wir auch europaweit
unabhängiger werden. Und dazu gehört vor allen Dingen auch die Frage der Impfstoffproduktion. Maar dit vaccin zal ons niet eens de vrijheid teruggeven. Al moet wie ingeënt is voorzichtig blijven, omdat hij nog besmettelijk kan zijn. Nee. Paradoxaal genoeg zal een paspoort daarvoor zorgen. En dat zou je dan bijvoorbeeld kunnen gebruiken om op reis te gaan. Fuck de Schengenzone, fuck het vrij verkeer binnen de Europese Unie. Na 30 jaar is de paspoortcontrole eindelijk terug. Wie gevaccineerd is, krijgt een groen paspoort en daarmee kan je naar een concert, zwembad of fitness. En wie niet gevaccineerd is, of zijn paspoort vergeten, wordt op alle manieren tegengehouden. Vous ne pouvez pas circuler d'une région à l'autre, en aucun cas, parce que vous n'avez pas le certificat de vaccination. En dat is discriminatie, zoals deze eerlijke Waal het u zegt. En zonder geen discriminatie. Dit kan enkel opgelost worden met een handel in valse papieren. Wat hebben we vandaag geleerd? 1. De wereld zit vol fascisten, buiten in Jamaica. 2. Op zijn 73 is de dokter nog steeds de trollenkoning van Vlaanderen. 3. De vaccinatie werkt niet zonder de administratie. Hartelijk dank om alweer te kijken naar dit fantastisch fobisch showke. Als uw mama nog niet geabonneerd is, dan kan ze dat nu doen. Druk op dislike als je homofoob bent en deel deze video met uw GBF. Ik zie u graag een volgende keer terug en ik laat u nog met dit. Het zijn de woorden die de voorloper zijn van de daden. May God protect our troops.